Dames en heren, een hele goede middag en van harte welkom bij het webinar van Remea over airco's. Mijn collega Dick van Dijk en ik zullen u meenemen in de wereld van de airconditioning en u kennis laten maken met de producten en de oplossingen die wij u kunnen bieden. We gaan het even hebben over ons programma, over hoe je nou tot de keuze komt welke airco toe te passen, welke producten hebben we en uiteraard krijgt u alle gelegenheid om uw vragen te stellen. Doe het alsjeblieft per chat. Daar zitten mensen achter de hand die al uw vragen kunnen beantwoorden. En enkele vragen zullen we ook hier naar voren halen. U kunt alle vragen stellen die u wil. Ook wij zullen u een aantal vragen stellen om te leren wie u bent, wat u bezighoudt. En eigenlijk vooral om te leren hoe wij u verder van dienst kunnen zijn. Deze presentatie die wij u geven en ook de link naar de video, die sturen wij u toe, zodat u thuis nog rustig de presentatie kan doornemen of nog een keer het webinar kan terugkijken of delen met wellicht collega's. Nou, nog even over die airco, van waarom dan? Nou, misschien heeft u het nieuws vandaag gevolgd. Er is heel veel het nieuws geweest over hybride warmtepompen, over corona, over thuiswerken. Maar één ding, dat triggerde mij. In de auto hier naartoe, toen werd er verteld op het nieuws dat de gemiddelde temperatuur van het afgelopen jaar van 2020 het hoogste was ooit. En ik denk dat we het allemaal wel merken. Het wordt warmer, de winters worden minder streng, maar vooral de zomers, ja, daar ontstaan de laatste jaren echt extreme temperaturen. Nou, ik weet niet hoe het u vergaat thuis, maar ik werk heel veel thuis de laatste periode en mijn aanname is dat het best wel zo zal blijven. En ik heb het ook best warm gehad afgelopen zomer. En hoe mooi is het dan om een stukje comfort te kunnen bieden, om ook die thuiswerkplek van koelte te voorzien. Nou, we gaan u helemaal meenemen nu hoe dat in zijn werk gaat en welke producten we daarvoor hebben. De markt is enorm groeiende als het gaat om airco's. Op dit moment is de marktpotentie 175.000 eenheden dit jaar met een forse groei waar wij uitgaan van 5% per jaar. Nou, waarom? Het wordt in één keer een soort van betaalbare luxe. Mensen willen zich die luxe ook graag kunnen permitteren. Uiteraard vanuit de auto zijn we gewend om airco te hebben. Dat in combinatie met het feit dat de zomers warmer worden en dat we meer thuis zijn door het thuiswerken. Ja, dan ligt het eigenlijk voor de hand dat veel mensen de behoefte hebben aan een koele thuisomgeving waar airco dus een rol speelt. Nou, ik ga u daar zelf niet te veel over te vertellen. Dat kan ik ook helemaal niet. Mijn collega Dick van Dijk, die kan dat gelukkig wel. Die heeft alle kennis om dat te doen. Dus die gaat u meenemen in dat verhaal. Voordat ik het woord aan Dick geef, wil ik even zeggen dat we nu met een polvraag komen. Er zullen nog een aantal komen waar wij dus heel graag willen weten wie u bent. Zodat we u op de meest zinvolle manier van dienst kunnen zijn. Voor nu heel veel plezier en ook heel veel informatie gewenst tijdens het webinar. En ik schakel graag over naar mijn collega Dick. Dick, succes. Oké, Rick, ja, dankjewel. Namens mij ook van harte welkom hier bij dit webinar. En zoals Rick al heeft genoemd, we hebben een hele lijst af te werken met elkaar. En dat gaan we ook zeker even doen. Het eerste wat we doen, is natuurlijk de vraag stellen, hoe komen we aan het benodigde koelvermogen voor een airco? Nou, op zich op een gegeven moment hebben we daar twee methodes voor. We kunnen dat doen om te gaan kijken van hoe groot de vloeroppervlakte is. En we zeggen dan eigenlijk altijd, we gebruiken daar 100 watt per vierkante meter voor. Even inside information, hoe komen we daar dan aan? We gaan ervan uit dat we dan 40 watt per vierkante meter gebruiken. En dat we de hoogte van de ruimte op dit moment 2,5 meter hebben staan. Dan kom je natuurlijk uit dat op die 100 watt per vierkante meter. Zeg je, ik wil het iets nauwkeuriger gaan doen, dan kan het ook. Dan moet je het doen op basis van inhoud. En inhoud, dan gebruiken we eigenlijk 30 tot 50 watt per kuub. Dan moet je wel weten natuurlijk van hoe groot een ruimte is. Wat is de isolatiewaarde van die ruimte? Zit je onder het dak? Wat voor type dak mag het dan zijn? Is er veel of weinig glasoppervlak? En zit je aan de zon of zit je juist aan de schaduwzijde? Even een voorbeeldje. Een rechthoekige woonkamer, 6 meter lang, 4 meter breed, 2,5 meter hoog. De hoofdrekenaars onder ons hebben natuurlijk uit al gezien dat we dan op 60 kubieke meter terecht gaan komen. En dat is een goed geïsoleerde ruimte op de begane grond. Nou, daar hebben we eigenlijk dan mooi een tabelletje voor staan, dat zie je onderin ook. En dan zie je eigenlijk dat goed geïsoleerd. Ja, wat hebben we dan? Een schuin dak? Nee, hebben we niet. Was begaande grond, dus plat dak ook niet. En daar blijft de laatste kolom blijft over. En dat betekent een goed geïsoleerde woning op de begaande grond. Daar zit je op zo'n 30 watt per kubieke meter. Als je dat uitrekent met die 60 kuub inhoud, dan kom je op 1800 watt. Oftewel gezegd 1,8 kilowatt. Nou,
voor degene onder ons die zegt, ja, kan dat ook iets makkelijker nog? Ja, die mogelijkheid hebben we ook nog. We hebben ook nog een zogenaamde snelselectietabel. En als je dan weet wat de inhoud in, 60 kuub, daar kijk je in de linkste kolom. Dan zie je 30 watt per kubieke meter. Dat was de ruimte die we hadden. En dan geeft hij gelijk aan dat je daar 1,8 kilowatt aan koelvermogen tegenover moet gaan zetten. Dus zo kun je eigenlijk op een vrij simpele manier bepalen hoe groot de binnendelen eigenlijk dus inderdaad moeten gaan zijn om die ruimte dus koel te houden. En dan is het natuurlijk zo, als je een airco gaat plaatsen, dan moet je bij het binnen- en het buitendeel rekening houden met een aantal zaken. Laten we eerst eens even kijken naar het buitendeel. Als je die gaat plaatsen, belangrijk aspect, ruimte, bereikbaarheid. Doe het niet alleen voor jezelf, maar ook eigenlijk om straks weer, als je teruggaat, toch eens een keer te gaan kijken naar de mogelijkheden om onderhoud te plegen en dergelijke. Hij moet goed bereikbaar blijven. En je moet ook ruimte hebben dat je er ook bij kan. Handigheid, ja, zorg ook dat er een mogelijkheid is dat je een stroomvoorziening in de nabijheid kunt krijgen. Want zonder stroom, daar hebben we wel een hele goedkope airco zitten, maar daar levert hij ook geen koelte op. Dus dat is ook niet de bedoeling. En als je dan die stroomvoorziening doet, daar moet een werkschakelaar tussen. Ik zeg het misschien ten overvloede. Het is natuurlijk de veiligheid die je daarin doet bij de storing en bij onderhoud. Hij moet er wel tussen. En misschien toch even een puntje van aandacht. De werkschakelaar niet op de machine monteren, maar op de muur het liefst. Veronderstel dat er wat misloopt en de machine moet een keer van de muur af. Ja, dan is het wel handig dat de werkschakelaar natuurlijk op de muur zit. Dus wat dat betreft, op een gegeven moment, kijk eventjes dat je hem op de goede plek zet. Koelleidingen. Ja, het is natuurlijk altijd zo, daar waar je iets opwekt en daar waar je eigenlijk de afgifte hebt zitten, die leidingen daartussen, maak hem niet te lang. Probeer het zo efficiënt mogelijk te gaan doen. En hou ook rekening mee dat je niet onbenullig veel bochten gaat maken. Hoe minder bochten in het koelsysteem zitten, hoe rustiger die is en hoe beter het uiteraard ook gaat. Dan moet je hem uiteraard natuurlijk ergens opzetten, ophangen, wat je moet. Nou, muurbeugel, dan kunnen we hem uiteraard natuurlijk aan de muur gaan monteren. Of zet je hem op de grond, of op een plat dak bij wijze van spreken. Dan moeten er minimaal ook opstelbalken onder zitten. En die twee, dan kun je eigenlijk al de keuze maken, zet ik hem neer of hang ik hem op. En het tweede punt is nog dat ook bij de muurbeugel, maar dat kan in principe ook bij de opstelbalken misschien nog wel een idee zijn, dat je trillingsdempers erbij moet gaan plaatsen. Als je bij ons een muurbeugel bestelt, hebben wij het optimale wat er is eigenlijk al meegenomen. Dat betekent, je krijgt niet alleen de muurbeugel, je krijgt de Phonex-plug erbij om hem op te hangen aan de muur en dus eigenlijk rubber te isoleren van het systeem. En we doen er nog extra trillingsdempers bij om de machine nog weer eigenlijk los te maken van ook de muurbeugel. Ook bij de opstelbalken, standaard op een gegeven moment zijn dat gewoon de standaard Bigfoots, hè, de grote rubberblokken die we kennen. Maar zit je op een punt en je vertrouwt het niet helemaal, dan kun je altijd nog extra trillingsdempers gewoon uit de markt halen en die dan nog bij onder zetten. Condens, ja, het is natuurlijk zo dat er eigenlijk een condensvorming in de machine plaatsgevonden. Dat moet ik uiteindelijk wel kunnen afvoeren. Het kan ook een keer regenen. Nou, regenen kan dan natuurlijk uiteraard ook naar binnen toe als de regen een beetje erop afstaat. En dat condens of de regenmaten moet ik wel kwijt kunnen. Dus ook daar is het belangrijk op een gegeven moment. Zorg ervoor dat je dat voldoende kunt gaan afvoeren. En het laatste, ik heb hem bewust even aan de onderkant er nu bij gezet. Het geluid op de erfgrens. We weten dat er natuurlijk per 1 april dat er eigenlijk een norm is gekomen. Dat je dus eigenlijk 40 dB meer geluid mag je niet maken. Of als je een nachtreductie zet, zou het 45 mogen zijn. Maar dat is heel belangrijk om dat te gaan doen. Houd er met één ding rekening. Dat is eigenlijk wat je rechts ook op de tekening ziet staan. Er zijn mogelijkheden van de opstelling. Als je het bovenste plaatje zou kijken, dan zie je dat die machine eigenlijk helemaal vrij staat. En vrij is mogelijk, want dat betekent eigenlijk dat het geluid naar vijf kanten weg kan. Naar voren, naar achter, naar links en naar rechts. En dat kan eventueel omhoog. Eigenlijk kun je zeggen, er komt een halve bol overheen te staan, die aangeeft dat het geluid eigenlijk in alle richtingen zich kan verplaatsen. En dan heb je ook het minste geluid. Dit is een situatie dat die bij wijze van spreken, laten we zeggen, eigenlijk op een vrijstaand schuurtje zou kunnen staan. Of in een echt goede vrije omgeving. Veelal zal het zo zijn dat hij aan het huis komt te staan. Of tegen het huis aankomt te staan. Maar wat doe je dan? Dan ga je eigenlijk bij die halve bol van het eerste plaatje, dan ga je een muur achter zetten. En dat is heel simpel. Dat geluid kan dus niet meer naar achteren. Maar alles moet dan eigenlijk naar voren of naar de gedeelte van de zijkant toe. Dus die halve bol, die halveer je. En dan hou je maar een kwart bol meer over. Dat betekent dat het geluid sowieso met 3 dB stijgt. Ga je hem dan nog, en dat is het onderste plaatje, ga je hem dan nog in een hoekje zetten. En dat hoeft niet precies een hoek van een woning te zijn. Maar het kan ook wezen dat er een muur gemetseld is. Of dat er een scheidingsmuur aan staat. Of een scherm of iets van die aard. Ja, dan zet je er nog een muurtje omheen.
En dan is het eigenlijk zo dat je die kwartbol nog een keer halveert en dan hou je een achtste bol over. Dan heb je natuurlijk maar een beperkte ruimte waardoor je eigenlijk het geluid door naar buiten kan gaan. En dat betekent dat die nog een keer weer met 3 dB omhoog gaan. Dus alleen al als je kijkt tussen de middelste figuur en de onderste figuur, dan heb je een verdubbeling van dat geluid. Dus hou er rekening mee als je hem opstelt. Probeer hem eigenlijk in de ruimte te zetten dat hij zo min mogelijk belemmerd wordt. Dan heb je eigenlijk het minste geluid. Dat is het buitendeel. Maar uiteraard hebben we natuurlijk ook nog hier te maken met een binnendeel. Als je het binnendeel plaatst, praat ik over de airco. Dat betekent dat we een luchtcirculatie krijgen. We willen de ruimte koelen, maar we willen niet in de tocht staan. Dus ga ik heel goed kijken, waar ga je hem neerhangen? En die luchtstroom en die luchtworp, die zijn belangrijk. Hoe groot is die luchtworp? Heb ik daar eventueel problemen mee, ja of nee? Houd het in de gaten. De technische info staat per unit ook aangegeven wat die doet. Je moet een mogelijkheid hebben, en misschien ook inderdaad wel maken, voor je condensafvoer. Want ook deze condenseert. Hij ontvochtigt de lucht, hij haalt de condens uit. Zo zal ik het even in de tabel wat laten zien. En dat betekent, ik moet het wel kwijt kunnen. Dan kun je zeggen, ik doe een buisje over de muur heen. Dat zou een optie kunnen zijn. Maar als een buitenmuur zou mooier zijn, dan kun je eigenlijk direct ook naar buiten toe. Ik zal er straks nog even iets meer over laten zien. Nou, dan moet je ophangen. Dus met andere woorden, ze zijn wel niet heel zwaar. Maar de wand moet hem uiteraard wel kunnen gaan dragen. Zeker het plafond, hè, afhankelijk van het systeem wat je gaat gebruiken. Er zijn meerdere units mogelijk. En ook hier speelt geluid natuurlijk toch mee. En daar ga ik zo meteen ook nog wel even iets meer over zeggen. Nou, als we dit gezien hebben, laten we dan eens kijken, wat heeft er mee dan eigenlijk in het hele assortiment van airco zitten? Dat zijn er best heel veel. Wij hebben monosplits en we hebben multisplits. En we hebben 3 verschillende series. In de monosplit, als we kijken op serie 1, wat is dit? Dit is residentieel, dat is eigenlijk de woningbouw. En eigenlijk betekent dat we hier maar 1 model hebben. Je ziet het ook staan, hè? Alleen maar een enkele hoge wand. Dat is wat hoger de muur komt te hangen. Veelal wordt dat inderdaad in woningen, wordt dit natuurlijk ook gebruikt. In diezelfde monosplit variant, serie 2, is voor commercieel gebruik, kleinzakelijke markt. En dan zie je meer de cassettes, daar zie je de plafondonderbouw, eventueel de wandvariant, of eventueel ook een kanaalinbouw. Allemaal monosplit. En dat betekent eigenlijk dat we 1 buitenunit hebben en we hebben 1 binnenunit. En dan hebben we er nog 1, dat wordt serie 3. En serie 3, dat is de multisplit. En de multisplit, dat betekent eigenlijk ook even dat we een hoge wand kunnen gebruiken. Cassette, plafond, onderbouw, zeker een wandvariant in het geheel. En dan kun je meerdere units op 1 systeem aanzetten. Dus 1 buitenunit en meerdere binnendelen. Even oppassen. We zien serie 2 en we zien serie 3. Je ziet daarin staan de cassette en de plafond onderbouw. Die kun je niet onderling verwisselen tussen serie 2 en 3. Dat betekent dat daar verschillende printen in zitten qua communicatie. Dus eigenlijk wat aan delen, binnendelen zit voor een serie 2, kun je niet gebruiken op een serie 3 of omgekeerd. Wel de hoge wandmodellen. Die kunnen dat inderdaad wel. De serie 1, als je daar gaat kijken, die kan wel gecombineerd worden met serie 3. Waarom die 3 verschillende series? Ik denk dat je hier een heel mooi plaatje hebt om het te kunnen laten zien. Koelen, daar gaan we even naar kijken. En dan zien we de buitentemperatuur. Serie 1 werkt in een buitentemperatuur van 16 graden tot 49 graden. En dat is eigenlijk een situatie dat voor de woningbouw is dat natuurlijk perfect om dat te gaan doen. Maar als je kijkt naar die kleinzakelijke markt, ik denk even aan een serverruimte of een andere ruimte die best wel hoog in temperatuur is, die moet ook gekoeld worden terwijl de buitentemperatuur lager is dan 16 graden. En dan zie je dat met serie 2 kun je zelfs naar min 15 gaan en bij serie 3 zelfs tot min 10. En ook de positieve temperatuur naar boven toe, dus de buitentemperatuur van boven de 50 graden, is ook een optie. En daar zie je echt de grote verschillen tussen wat is nou de serie 1, 2, 3. 1 gewoon voor particulier gebruik en serie 2 en 3, daar zit je echt meer in dat kleinzakelijke markt. En de binnentemperaturen op de koeling in, op de afstandsbediening en op de wandcontrole in te stellen, is altijd van 16 graden tot een maximum van 30. Even de productlijnen onder de loep genomen. Als je kijkt naar serie 1, dus de monosplit, gewoon eigenlijk voor de particuliere markt, dan zie je het hoge wandmodel. In 3 capaciteiten, 2,5 kilowatt, 3,5 kilowatt, 5 kilowatt. Het mooiste is ook als je gaat kijken naar de spanning, bruikbaar tussen 220 en 240 volt en ook geschikt voor 50 en 60 hertz. Dus 1 machine die dat hele spanningsbereik in feite eigenlijk ook aan kan. Alleen het hoge wandmodel, serie 1. Serie 2 is dat eigenlijk een beetje de aanvulling die daarop komt. En dan zie je eigenlijk dat we daar ook kennen
de cassettemodellen. Cassettemodellen voor inbouw in het plafond. We kennen dan ook de plafondonderbouw, die je ook als wandmodel kunt gebruiken. En we hebben ook nog een kanaalinbouw, die je een kanalen in kunt gebruiken. Dan zie je dat we daar verschillende capaciteiten hebben. De 3,5 kW, die is alleen maar in het cassettemodel. Niet voor de plafondonderbouwwand en ook niet in de kanaalinbouwvariant. De 5 en de 7 allemaal wel. En er komt, en dat wordt volgend jaar, komt er nog een grotere versie bij. Ook nog een 10 kW variant zelfs. Dus serie 2, monosplit, één buitendeel, één binnendeel. Eigenlijk voor die kleinzakelijke markt, daar zitten deze onderdelen in. En dan serie 3, dat is het multisplit. In de multisplit, daar zie je eigenlijk... Daar zie je eigenlijk dat we dus de capaciteiten hebben van 2 kW, 2,5, 3,5 en 5. En die 2,5, die 3,5 en die 5, dat zijn dezelfde hoge wandmodellen als die ook bij serie 1 zitten. Alleen hier is er eentje bijgekomen en dat is nog een 2 kW variant. Nou, verder de cassettemodellen, ook in dezelfde variant 2,5 tot 5 kW. En als je praat over de plafondonderbouw, één variant die we kennen, 3,5 kW, wat de meest gebruikte varianten allemaal ook zijn. Multisplit betekent dat we meerdere van deze varianten bij elkaar kunnen gaan gebruiken. En straks gaan we ook nog even bij de selectie kijken. Overzichtje doen, dus serie 1 en 2, dat is de hele monosplit variant. Nou, je ziet eigenlijk in plaatjes onder elkaar staan wat daarbij komt. Altijd voorzien van een afstandsbediening. Het kan een draadloze variant zijn of een bedraden, afhankelijk van het model wat erin zit. En in serie 3, dat is de multisplit die we gebruiken, daar zie je alles eigenlijk weer terugkomen, behalve de kanaalinbouw. Die zit daar dus niet in. Wel ook hier weer de afstandsbediening al dan niet bedraad. Alle airco's die wij voeren, die voldoen eigenlijk aan de Europese energie-efficiëntienormen. En dat betekent eigenlijk dat je ziet ook uit het kaartje hier staan. Ze praten tegenwoordig niet meer over COP en over de EER, maar over de SCOP en de SEER. En wij doen het daar bijzonder goed in met onze airconditionings. Want je ziet dat voor koeling hebben we het A++ label en voor de verwarming zelfs het A++ variant. Dus ook daarmee zitten we dus heel hoog in de boom. Het is een split unit. Je hebt R32, dus dat betekent dat de bevoegde F-gasinstallateur, die moet daar uiteraard natuurlijk de leidingen aan gaan leggen. Maar hij moet ook kennis hebben van de NEN-norm, van de NEN-EN378. En dat heeft eigenlijk te maken met de brandbaarheid. Want we weten dat R32, dat is eigenlijk een brandbaar gas. Is dat makkelijk te ontsteken? Nee. Dus met andere woorden, je hoeft niet bang te wezen even dat er ergens direct wat mis zou kunnen gaan. Maar aan de andere kant, oké, als brand brandt het wel en je hebt er echt een open vuur voor nodig. Nou, dat betekent die norm, die EN378, daar moet je kennis van hebben. Maar ook in onze installatiehandleiding staan heel veel van deze dingen staan er eigenlijk al in genoemd. Dus kijk daar zeker even naar op het moment dat je daar ook gebruik van gaat maken. Nou, dan even naar de airco-modellen verder kijken. Stuk voor stuk even in het residentieel portfolio, oftewel voor de particuliere markt en dan het hoge wandmodel. Even een paar dingen onder elkaar gezet. De binnendelen, ik heb het al genoemd, die kun je voor de monosplits gebruiken, maar ook voor de multisplits, né, dus de serie 1 en de serie 3. Een heel strak modern ontwerp. We zorgen voor een gezonde lucht. Je hebt een hele intelligente luchtworp. We zien nog even dat er veel ventilatorsnelheden zijn. We kunnen snel koelen. Of snel verwarmen, datgene wat je zou willen. Het stand-by vermogen is maar heel laag. De controlbox die erin zit is brandwerend in verband natuurlijk ook met de R32. Eenvoudig te installeren door één montuur. Kunststof clips en knoppen, dat betekent minder gereedschap. Ook belangrijk om te kijken. Als er een storing is, wordt die eigenlijk zichtbaar op een zogenaamd verborgen display van het binnendeel. En uiteindelijk op een gegeven moment is er later dit jaar ook nog de mogelijkheid om hem met een app te bedienen. Nou, dat is even geresumeerd. En dat betekent dat we een aantal dingen dus even wat we nader onder de loep gaan nemen. Een onzichtbaar display. Je ziet in het linker plaatje het binnendeel, het hoge wandmodel. En je ziet erop staan op dit moment dat daar een temperatuur wordt aangeduid. Nou, mocht het de temperatuur zijn of een storingcode, want als er iets misgaat met het systeem, de storingcodes worden altijd zichtbaar op dus de binnendelen in dit geval, dan ligt die pas op en dan ga je hem zien. Is die gewoon in bedrijf, dan zal het doven en dan zie je absoluut niet dat er een display op zit. En dat denk ik zeker ook bij het hoge wandmodel dat dat van toepassing moet zijn. Want het moet iets moois in de kamer zijn. Nou, mooi kun je natuurlijk een beetje over discussiëren, zeker als het om de dames soms gaat. Die hebben daar andere ideeën over. Maar we hebben ons uiterste best gedaan om daar inderdaad iets moois van te maken.
En dan verder, zoals net al genoemd, we krijgen ook nog de mogelijkheid om straks ook via de app, en dat betekent via je telefoon of via je tablet, om dan natuurlijk uiteraard de zaak mee te gaan bedienen, te monitoren erin. En dat doen we gewoon via een wifi-signaal. En die komt eind dit jaar pas, hè, dus zoals beschikken later dit jaar. En dat komt omdat de app die er nu al is, die is al een tijdje in handen. Het is niet nieuw wat we hier hebben aan producten. Dat wordt in veel Zuid-Europese landen al langer gebruikt. En die app die wordt geüpdate. Dus we krijgen de allernieuwste variantkijt. Die hele app wordt over heel nieuw geschreven. Maar goed, alle talen moeten er ook in. En ja, toen zagen we toch dat Nederland misschien toch wel een klein landje was. Dat het gaat eventjes duren voordat de Nederlandse taal erin komt te staan. Maar hij komt eraan. En uiteindelijk is het zo dat je gewoon eigenlijk de klep kan openen aan de voorkant. Je drukt er een soort wifi-module, een USB-stickje druk je erin. En op dat moment kun je dus ook met je app kun je dus ook het hele verdeelte bedienen. Alles wat dus eigenlijk van één en dezelfde soort en merk is, kun je dus met diezelfde app kun je die dus ook gaan bedienen. Ja, en ik zei al, we hebben natuurlijk gekeken dat er iets moois moet zijn. En zeker als je kijkt naar de afwerking van het systeem, er zijn natuurlijk meerdere van die kunststofdelen, die sluiten echt heel nauw op elkaar aan. Soms zie je van die grote ruimtes ertussen zitten. Hier is de maximale ruimte die tussen de delen zit 0,3 mm. Daar zou je zeggen dat ze bijna naadloos op elkaar aansluiten. De onderplaat, het rechtse plaatje wat je bovenin ziet staan, die is eigenlijk demontabel. En geloof het of niet, maar er is een patent op. En dat betekent eigenlijk dat dat een van de weinigen is waar de mogelijkheid erin zit dat je eenvoudig je koelgasleidingen kunt gaan aansluiten. Als je kijkt naar condenswater. Het condenswater, daar heb je de mogelijkheid om te kiezen. Ik wil het aan de rechterkant of aan de linkerkant af laten lopen. Daar mag je zelf kiezen. En de bedoeling is dat je het eigenlijk van hieruit naar achteren weg laat lopen. Door de muur heen. Wel natuurlijk op afschot, want dat zou het mooiste kunnen zijn. En dan is iemand die zegt, ja, dat kan niet. Ik moet een condenspompje eventueel gebruiken. Ja, die past er niet in. Het is zo krap gemeten allemaal dat we op minimale afmetingen zitten. Dat de condenspomp er niet binnenin past. Moet je het willen om hem toch te gebruiken daarin, dan kan dat wel. Maar dan komt hij direct naast het toestel, komt er nog een klein pompje te zitten. Waar je dan eventueel ook naar een hoger gelegen gedeelte zou kunnen gaan. Dus de binnendelen, het mooiste is proberen hem op een buitenmuur te krijgen. Op in ieder geval op een ruimte waar je eigenlijk doorheen kan. En misschien aan de achterkant van de muur in een andere ruimte waar je een condens weer kunt laten zakken. Want dat moet je echt wel afvoeren. Ook een patent wat erin zit, dat is dat er een kunststofknop in zit voor het openen van de mantel. Dat is een hele simpele variant. Je ziet ook het plaatje eigenlijk daar linksbovenin staan. Dat ook de gebruiker heel simpel eigenlijk deze kan opendoen. En dan kun je die voorklep die kun je helemaal openschuiven. Voor de klant op een gegeven moment interessant, want daar zit een filter. En jullie als installateur zijnde, daar zit ook de print in. En die printen, daar zijn geen losse connectoren die erop zitten, dat zijn insteekprinten. Dus die kun je zo in de geleider zetten naar achteren. Mocht er wat mis zijn, haal degene eruit die defect is, schuif de nieuwe er weer in. En je weet ook zeker dat het eigenlijk altijd goed zit. Nou, en we hadden dat over die intelligente luchtworp. Dat betekent ook dat de lamellen die erin zitten, die lucht eigenlijk op de juiste manier moeten gaan circuleren in de ruimte daarin. Ook daar ligt een patent op. Dat is een gepatenteerd model wat erin zit, zodat we eigenlijk zorgen dat het een hele fijne geleiding is. En dat zowel qua koeling als bij verwarming je een fantastische luchtstroom krijgt door de hele ruimte heen. Ja, elektrotechniek, ik kon het niet nalaten om deze toch even mee te nemen. Simpel, je ziet aan de rechterkant natuurlijk de meterkast. We zien de voeding naar de werkschakelaar. En van daaruit gaan we natuurlijk uit naar de buitenunit toe. Het is wel zo dat je vanuit de buitenunit de binnenunit gaat voeden. En ik weet niet of het op het scherm eventueel te zien is, maar je ziet dat ik eigenlijk een vieraderige kabel heb gedaan waarbij het vijfde lijntje gestippeld is. En dat heeft eigenlijk hiermee te maken. Je kunt hem namelijk gewoon aansluiten. Rechtsonderin zie je eigenlijk de voeding. Je ziet je werkschakelaar zitten en dan sluit je eigenlijk dit gedeelte aan op je buitendeel. En dan vanuit het buitendeel ga je dus eigenlijk met een vijfaderige kabel ga je naar binnen toe. Dat betekent eigenlijk een fase 0 ader en dan eigenlijk een dubbele signaaldraad die erin komt te staan. Laten we zeggen ook nog een plus en een min. Dan betekent het dat dit een stand-by functie is. Als er geen koelte of warmte gevraagd wordt, staat alles in stand-by. En kun je direct schakelen om hem in bedrijf te gaan nemen. Dat vergt uiteraard natuurlijk een klein beetje stand-by vermogen. Je kunt ook zeggen, dat wil ik niet. Dan moet je hem iets anders aansluiten. Dan moet je twee draden veranderen. Dan heb ik ook maar vier aders in dit geval nodig. En dan is die eigenlijk, als die uit is, is die ook echt uit. Geef je hem een commando, dan betekent dat ook duidelijk weer dat hij natuurlijk weer op moet starten. Maar goed, dan heb je natuurlijk wat minder verlies erin. Verder willen we ervoor zorgen dat we eigenlijk een, ja, laten we zeggen, een hele gezonde lucht hebben.
standaard speciaal voor Romea wordt er ingebouwd een plasmafilter. En de plasmafilter ioniseert de lucht. En wat betekent dat? Die bacteriën doodt die, die verwijdert die uit de lucht. Geuren die in de lucht stikken, die worden verwijderd. Hij verwijdert het stof. En uiteindelijk op een gegeven moment is het natuurlijk dat hij de lucht fris gaat houden. En zoals gezegd, dat plasmafilter zit er dus standaard in. Wordt voor ons specifiek in deze varianten allemaal meegenomen. Dus in de DIVA hoge wandmodellen. Dat is niet de enige. Er zit ook nog in hetzelfde systeem een fijnstoffilter. En dat fijnstoffilter haalt bijna 100% van de fijnstofdeeltjes uit de lucht. En dat betekent dat de luchtkwaliteit in de woning natuurlijk een stuk verbetert. En dat ook zoals de huismeter, de schimmels, de pollen, die worden eigenlijk op die manier, worden die eigenlijk te keurig netjes, worden die eruit gehaald. En dat betekent plasmafilter in combinatie met een fijnstoffilter, ja, dan heb je toch wel een enorm mooi wooncomfort. Dus vandaar deze twee varianten die daar natuurlijk geweest zijn. Dat was al ontzettend veel informatie, Dick, in een korte periode. En het is maar goed, hè, dat u deze presentatie nog thuis gestuurd krijgt, zodat u op uw gemak dat nog een keer na kan lezen. Daarmee kunt u alle informatie naar voren halen die u wenst, uiteraard. Er worden veel vragen gesteld. Dat vind ik heel gaaf en heel positief. Blijft u dat vooral doen. De vragen ziet u niet van elkaar, maar wij zien ze wel en geven u daar ook antwoord op. Een van de vragen, Dick, die naar voren is gekomen, die twee filters. Moet daar nou veel onderhoud aan gebeuren en moet de installateur dat doen of kan de gebruiker dat zelf? Hoe zit dat eigenlijk? Ja, het liefst zou de installateur dan natuurlijk moeten doen. Hè? Dan komt hij regelmatig bij die klant over de vloer. Maar ja, dat zal het uiteraard niet zijn. Nee, alle gekken op een stokje. Dat betekent dat gewoon de bewoner die kan dat zelf kan die dat gaan doen. Ik noemde straks van die clip die aan de voorkant zit, dat je eigenlijk die kap vrij makkelijk omhoog kan doen. Daar kun je dat fijnstoffilter dat kun je eruit halen. Daar kun je met de stofzuiger bij spreken, kun je hem uitzuigen. Je kunt hem met een borstel kun je het schoonmaken. Is die smerig, kun je hem ook uitwassen. Die mogelijkheid zit er ook nog in. Dan moet je hem wel laten drogen. Maar daar heb ik wel een opmerking bij. Als je hem laat drogen, moet je hem niet in de zon leggen. Dus je moet hem eigenlijk gewoon natuurlijk laten drogen op dat moment. En dan zet je hem netjes weer terug, doe het klepje weer dicht en is het weer klaar. Dus eigenlijk moet je hem dan ook schoonmaken, hè, voordat de zon gaat schijnen. Hè? Dat is misschien wel de truc. Het is sowieso eigenlijk dat je eigenlijk iedere maand, als die hem gebruiken, zou je hem eigenlijk even schoon moeten iedere maken. Iedere maand? Ja, ja, iedere maand is toch wel het advies eigenlijk om dat even te doen. Oké, okay, nuttig. Ja. Dankjewel. Blijft u vooral vragen stellen. Wij hadden u net ook een vraag gesteld. Hè? We zijn verheugd om te zien dat een heel groot deel van u al ervaring heeft met het installeren van airco's. En ik hoop van harte dat het deel dat die ervaring nog niet heeft, dat binnenkort gaat opbouwen. Dank voor het beantwoorden ervan. U krijgt nu een tweede polvraag. Ook daar zijn we erg geïnteresseerd in uw mening. En ondertussen geef ik het woord weer terug aan Dick, zodat hij zijn verhaal voort kan zetten. Ja, ik zei al, ik kom nog op even een paar technische aspecten even terug. Je ziet hier even een wat technische tabel erin staan. En er zijn twee dingen die er even uitspringen. Ik heb er een rood pijltje voor gezet. Als we kijken even naar geluid. Ja, geluid is natuurlijk best wel een belangrijk punt. We hebben natuurlijk een ventilator erin zitten. En die kan 5 toerentallen draaien. 3 kun je er eigenlijk direct kiezen. Je hebt een hoge stand, een medium stand en een lage stand. Maar dan kom je s'avonds thuis. Het is warm geweest. De airco heeft uitgestaan. Het is heel erg warm in huis. Dan kun je eigenlijk eventjes door het klepje te openen ook een turbostand activeren. En dan heb je binnen no time, heb je inderdaad nog even met die ruimte teruggekoeld. Nou, dat is natuurlijk fijn dat dat kan. Alleen, dat zijn natuurlijk wel geluidsniveaus, waarbij menigeen zegt van ja, maar daar kan ik niet bij slapen. Dus we hebben er nog één, en dat noemen we ook wel, ja, zoals we dat mogen doen, de silent variant. Ik noem het de geluidsarme variant in dit geval. Dat is eigenlijk de slaapstand. En dan zie je ook, ik heb ze ook wat vet gedrukt, dan zit je zo tussen de 22 en de 25 dBA. En dat betekent dat is eigenlijk een hele rustige variant en dan kun je ook lekker erbij slapen. Ander punt is ook dat er ook een ontvochtingscapaciteit in zit. En ik noemde straks even de moeder condenso vooral. Als je hier ook in de tabel ziet, dan zie je dat er eigenlijk toch tussen de 1 en ruim 1,5 liter per uur aan vocht uit het systeem kan komen, aan condens. Het is wel belangrijk even dat je dat afvoert. Want als dat iedere half uur of iedere uur bij wijze van spreken op de vloer loopt, daar word je niet vrolijk van. Dus met andere woorden, pas op, daar komt nog best wel wat vocht eigenlijk uit. Stapje verder even kijken. Deze is iets te ver. Als we kijken naar de buitendelen. De buitendelen die hebben wat extra faciliteiten. We zien dat we sowieso natuurlijk de lamellen gecoat hebben. Voor zorgen dat we minder aanslag ook daarin krijgen. Het snelle koelen en verwarmen. Ik noem dat heel in het begin al even. En dat betekent uiteindelijk dat als je gaat starten om te koelen, kunnen we eigenlijk in een maximale tijd van 30 seconden met het koelen beginnen. En als je verwarmen doet, kunnen we dat inderdaad binnen een minuut, binnen 60 seconden, kunnen we warmte leveren. En dat betekent dat we de mogelijkheid hebben om de compressor die erin zit, die kunnen we heel snel kunnen we die optoeren naar, zoals je dit ziet staan, 3900 toeren.
Een ander groot voordeel, en dat is eigenlijk ook de grafiekje hier daarboven zien staan, de looming cooling capacity loss, zoals ze dat zo mooi noemen. Dat betekent weinig capaciteitsverlies. Dit zijn machines die ook heel veel in Zuid-Europa worden gebruikt. Daar hebben we hele hoge buitentemperaturen. En als je dan ziet bij wijze van spreken dat er bij die hele hoge buitentemperaturen er een maximaal capaciteitsverlies is van 100% naar 90% toe. Dat is ongeveer een 10% reductie erin. In die hele extreme omstandigheden. Dat betekent voor de Nederlandse markt dat we daar lang en breed niet aankomen. En dat we bijna altijd wel de volle capaciteit beschikbaar hebben in het hele temperatuurgebied van buiten. Er zit een gelijkspanningsinverter, compressor zit daarin. Nou, daarmee voldoen we natuurlijk eigenlijk ook aan de energie-efficiëntienormen allemaal. Het koude middel zoals genoemd R32. En ja, wat ik ook fantastisch vind is natuurlijk een enorm spanningsbereik. Je ziet nog wel eens, zeker als we met airco's we gaan schakelen erin, dat er veel op het net gaande is. En een fluctuatie van de spanning tussen 130 en 270 volt heeft geen invloed op het systeem. Dan blijft die gewoon in bedrijf. Dus je ziet dat je ook als het was geschakeld, dat je ziet wat pulsen en pieken erin komen. Geen enkel probleem. Daar kan die zonder meer, kan die daarmee overweg. En nou gaat het een keer mis. Dan krijg je echt een keer een shutdown in het verhaal. Zodra de spanning terugkomt, start die zelf weer op. Hoef je niet te doen, gaat volledig automatisch. Dus eigenlijk de buitendelen wat dat betreft wel met een heleboel mooie USP's. Als we kijken even naar de binnendelen variant. Ja, daar zit een koude middel lekdetectie in. En dat moet ook. Want dat betekent dat als er ergens een keer iets misgaat, dus een druksensor die erin zit, en die ziet gelijk even, joh, die drukken die gaan veranderen erin, dit gaat mis, dan moet je het systeem stopzetten. Je wilt geen schade hebben erom. Nou, daar is ook ruimschoots voor gekozen. En zoals ook al gezegd, die controlboxen die erin zitten, die moeten er eigenlijk voor zorgen dat die onder geen enkele voorwaarde problemen kunnen veroorzaken als er iets aan de hand zou zijn met een R32. Nou, dat betekent dat het hele systeem in een echte goed brandwerende box zit, zodat dat absoluut niet kan gaan gebeuren. Dus allemaal extra maatregelen die daarvoor getroffen zijn. Nou, dan even resumeren. Zoals gezegd, energie is aan het koelen, A++. Als je gaat verwarmen, hebben we A+. Optimale prestaties en comfort. Betrouwbaar, comfortabel, geluidsarm. Ik denk dat we dat ook wel duidelijk even onder de tafel hebben gebracht neer. Die luchtkwaliteit verbeteren door dat plasmafilter. En uiteraard ook even door het fijnstoffilter wat er nog bij in zit. En ja, dat plasmafilter, dat is TÜV goedgekeurd. Dus overal mogen we die gaan gebruiken. En zoals ze zegt, de ventilatorsnelheden, 5 stuks op rij. Dan gaat uiteraard nog een klein stukje verder. Want je kunt het gemakkelijk en je kunt het snel installeren. We hebben ook al gezien dat we makkelijk aan de binnenkant ook de koelleidingen dergelijke aan kunnen gaan sluiten. Tot 7 meter voorvulling zit er in de machine. Maar je kunt in principe nog tot 20 meter leiding kun je gaan met bijvullen. Inclusief de trillingsdempingstemhoeven van de buitenunit, daar bedoel ik mee in dit geval, dat is eigenlijk dus voor de wandbeugel waar dit voor is, daar zit die trillingsdempingstemhoeven standaard bij. Het lamellenblok voorzien van de transparante coating, de afstandsbediening die altijd erbij in zit, hetzij al dan niet bedraad, en straks de mogelijkheid om ook via wifi nog dat te gaan doen. En het laatste gedeelte is, ja, we hebben toch een binnendeel met een hele compacte afmeting, nog geen 80 centimeter breed, de buitendelen ongeveer 72. Een laag geluidsvermogen van het buitendeel, direct voor de machine gemeten, zit je op 60 dBA. En dan moet je kijken, natuurlijk, daar zit wat afstand tussen, dan gaat het snel, gaat het naar beneden toe. En dan zitten de twee mooie functies zitten erin. De iFeel-functie op de afstandsbediening. Op het moment dat je die activeert, zie je de werkelijke temperatuur die op dat moment in die ruimte heerst, in plaats van het setpoint. Vaak worden de setpoints aangegeven, want je kunt ook de werkelijke temperatuur aan laten geven. Dan zul je echt zien wat er gebeurt. En de iClean-functie, ja, Rick die had het net zo mooi over van, joh, we moeten dat filter schoonmaken. Maar er zitten nog lamellen binnenin, die moet je ook schoonmaken. Nou, dat hoef je zelf niet te doen. Dat betekent, via de afstandsbediening kun je de iClean-functie activeren. Dan ben je ongeveer een half uurtje onder de pannen. En dan zorgt de machine er zelf voor dat er eigenlijk binnenin condens gevormd wordt. Daarmee de stof van de lamellen gaat. En uiteindelijk ook even, daarna wordt het keurig netjes weer ingedroogd. Een half uurtje verder bent, dan is eigenlijk de hele waterzolder op de binnenkant eerst weer schoon gemaakt. Een heel laag stand-by vermogen, ik kwam al helemaal in het begin al heel even voorbij, 0,3 watt. Dus je hebt ook maar heel weinig stand-by verlies erin zitten. En ja, 3 jaar garantie op de materialen. Dat is natuurlijk ook een deal. Oh nee, sorry, 3 jaar, 2 plus 1 jaar staat daarin. Nou, dat zijn een beetje de USP's als het gaat eigenlijk om de hoge wandmodellen. En ik zie inderdaad dat mijn beeld gaat veranderen, dus ik denk dat Rick een vraag heeft. Klopt dat, Rick? Ja, dat klopt inderdaad. Dat vermoeden had ik al, ja. Maar ik heb eerst een persoonlijke vraag, want ik wil ook zo'n ding aan de muur thuis.
Nou, dat kan ook. Laten we er zo meteen even over hebben. Maak een speciaal prijsje. Ik ontvang graag een offerte. Zonder een andere vraag die ik heb. Je noemt net heel specifiek 2+1 jaar garantie. Maar hoe zit dat precies? Ja, dus optellen. 2+1 jaar. Nee, gekheid. Dat betekent standaard heb je natuurlijk altijd 2 jaar garantie op het systeem. En als jij je gaat registreren in mijn Remea, want dat is belangrijk wat erin zit, dan krijg je inderdaad als instructeur zijnde een extra jaar garantie erbovenop. Dus je hoeft hem alleen maar te registreren en dan heb je 3 jaar garantie. En hoe gaat dat registreren? Dat gaat op de website, dan ga je naar mijn Remea, heb je eigen systemen staan, dan mailt je het toestel eigenlijk aan. Je hebt je account daarin in zitten en op dat moment dat jij gedaan hebt, weten wij dat en dan wordt dat gelijk met je geregeld. Super makkelijk. Simpeler kan het haast. Simpeler kan haast niet. Nee, kan haast niet. Heel goed. Hey, ik heb net geleerd dat ongeveer 2/3 van u heeft een F-gassencertificaat. In ieder geval een monteur met F-gassencertificaat. Dat is natuurlijk ook nodig om de airco te mogen installeren. Want je hebt met koude middelen te maken. Maar daarnaast, Dick, als het gaat om trainingen betreffende airco's. Worden trainingen gegeven? Is dat überhaupt nodig? Of kan iemand met basiskennis een airco installeren van ons? Een training is altijd goed, laten we heel eerlijk zijn. Je hoort toch even de kneepjes van het vak. En inderdaad, dan geven we de trainingen zijn. Staan op de website. Dus als ze zeggen wij willen een training doen, dan kan dat. Dat zijn technische trainingen. Mocht er een situatie zijn dat iemand zegt heel van ja, maar ik wil meer het commercieel technische variant doen. Overleg dat even met onze commerciële man bij u in het rayon. En dan kunnen we dat ook voor u gaan regelen. Dus commercieel technisch en de technische die staan op onze website. Nou, heel goed. Hè? Dus neem een kijkje op de website of zoek contact met uw accountmanager. Overigens voor al uw vragen. En dat is sowieso heel goed. Voordat ik het woord weer aan Dick teruggeef, is het tijd voor de volgende polvraag. En neem rustig even de tijd om die in te vullen. En Dick, dan ga ik weer terug naar jou. Oké, dankjewel. Wat we gezien hadden, dat was eigenlijk de DIVA, het hoge wandmodel. Dat was het serie 1. En dan gaan we even kijken, wat doet een serie 2? Serie 2, daar zagen we ondertussen, dat was ook een monosplit die we daar hadden. Dat was eigenlijk dat corsettenmodel. Een corsettenmodel, dat zie je eigenlijk in de inbouw van ons. In die verlaagde plafonds die je ziet staan, die systeemplafonds, 60 bij 60 centimeter. Daar zitten die corsettenmodellen, die zitten daarin. En daar hebben we ook 2 varianten in. We hebben de kleine, die echt in die 60-60 variant past. En we hebben natuurlijk uiteraard ook een wat grotere variant. Maar ja, dan moet je dat systeem moet je dus aan gaan passen. Dan moet je eigenlijk dus de plafondboeren bijhalen, zoals ik het wel eens zeg. En die duurde gezegd, die moet dat dan wel weer in orde gaan maken. Maar wij hebben beide varianten er ook in zitten. En alleen zitten daar verschillende capaciteiten zitten daarin. Je ziet ze hier ook beide in staan. Er worden 2 losse delen geleverd. Je krijgt een binnendeel, de body. Die kun je inbouwen. En dan krijg je nog een sierpaneel. Maar als je kijkt naar dat plaatje met al die pijlen erop, dan zie je dat wij 8 pijlen erin hebben staan. We hebben een zogenaamde round flow, om het eens even mooi te noemen. Gewoon als een Nederlandse zeg, een ronde uitblaas. En dat hebben niet, lang niet al die binnenunits die hebben dat. Als je kijkt naar de cassettenmodellen, meestal hebben ze de 4. Kunnen we even naar de zijkant, onder de bovenwijze spreken wat het plaatje betreft. Alleen bij ons in de hoeken gaat die er ook nog uit. Dus je hebt een veel mooiere en veel betere ventilatie, ook in de hoeken van ruimtes die er staan. Dus roundflow, standaard bij al die cassettenmodellen. Ook hier geldt weer de brandwerende controlebox, dat zit in de andere systemen, dat zit hier ook in. Maar hier zit wel een condenspomp in. En die condenspomp, daarmee kun je ook wat water omhoog brengen. En je ziet ook bijstaan, als je kijkt de 3,5 en de 5 kilowatt, daar kun je 70 centimeter kun je daarmee omhoog. Daarna moet je naar beneden. En dan is het ook de bedoeling dat je het keurig netjes in 1 mooie lijn eigenlijk naar beneden laat lopen. En dat je niet onderweg zegt van ik ga met zo'n tijdrepje ophangen en dat die bij wijze van spreken zo komt te hangen. Want dan krijg je waterslots erin. Nou, dat gaat niet goed. En als je die 70 centimeter, die kun je ook niet halveren door te zeggen ik ga 35 centimeter naar beneden. En dan straks doen we nog een keer een 35 centimeter sprong. Je kunt het 1 keer doen en een maximum van 70 centimeter. Of als je de 7 kW hebt, dan kun je zelfs naar bijna 1,20 meter toe. Condenspompen bij cassettenmodel, dus eigenlijk ook ingebouwd. Verder is het zo dat er een mogelijkheid is. Er zit een soort uitbreekpoort zit erin. Je ziet er bij de blauwe pijl staan. Daar is een mogelijkheid om eventueel verse lucht toe te voeren. Ongeveer 10% van de lucht die erin zit, kun je eigenlijk als verse lucht toevoegen. Dat kan vanuit een gevel eventueel zijn, gewoon de buitenlucht. Maar het kan ook kunnen zijn, dus we hebben een ventilatiesysteem erin zitten, waar verse lucht naar binnen toe wordt gebracht. Ook dat gedeelte kun je eruit halen. En dan ongeveer tot maximaal 10% mag je daar eigenlijk aan verse lucht toevoeren. En dat komt natuurlijk ten goede aan het binnenklimaat. Nou, verder zit natuurlijk uiteraard een storingsdisplay zit erop of een display. Daar kun je de status in zien. Je kunt de storingen ook vanuit de buitenunit, dan zie je weer op de binnenunit, kun je die weer terug gaan halen. Dat betekent dat we hier ook weer gebruik maken van gelijkspanningsventilatoren.
De ronde uitblaas heb ik net al even genoemd. De ingebouwde condenspomp. De mogelijkheden voor de verse lucht aan te sluiten. Het digitale display. En de elektronische componenten die maximaal beveiligd zijn. Dan de onderbouw CQ de wantenmodellen. Twee capaciteiten. De 5 kilowatt en de 7 kilowatt variant. En die kun je echt op twee manieren kun je die inderdaad gaan gebruiken. Je ziet het hier ook op het plaatje staan. Je kunt hem eigenlijk dus onder het plafond monteren. Dat zie je ook wel vaak eigenlijk bij winkels. Hè. Boven de deuren kom je dat wel vaak tegen. Maar je kunt hem ook eigenlijk qua staat draaien. En dan kun je hem ook inderdaad gewoon als wandmodel kun je hem dus gebruiken. En dan zie je ook dat aan de voorkant, dat zie je bij het bovendeel, zit er niet zo zitten. Zit het rooster waar dan eigenlijk de lucht weer wordt aangezogen. En ook hier zit eigenlijk een heel uniek concept in als het gaat om die luchtgeleiding. Dat is een strip die erin zit met de zogenaamd quanta-effect. En wat is een quanta-effect? Dat zien we eigenlijk een beetje, ik denk dat er mensen zijn die wel iets met de Formule 1 hebben. Ik heb de racewagen er even bij gehaald. Eigenlijk dat vleugeltje wat er achterop zit, dat zorgt ervoor dat je een optimale stroming eigenlijk van de lucht gaat krijgen. Waardoor de luchtworp vanuit dit systeem eigenlijk fantastisch in de ruimte komt, dat je ook alles goed kan bereiken. En daarnaast hebben we ook nog een zogenaamd flocking design, zoals ze dat noemen. Dat is eigenlijk een thermische isolatie die eigenlijk hele grote temperatuurverschillen weet te vermijden. En dat betekent ook dat er een niet condenserende douwtijd ontstaat van maar liefst 6 uur. Terwijl dat gemiddeld in de Nederlandse markt ongeveer 4 uur is. Dus dat betekent ook daar zitten we eigenlijk veel hoger dan het gemiddelde systeem wat we in Nederland al kennen. Een display, ja, daar zit keurig netjes een afdenkingje overheen. Daar kun je zien wat er eigenlijk gebeurt. Gaat dit mis, klik je die eraf, er zit een printje onderin. Die kun je er vrij makkelijk kun je die eruit halen. Dus mocht er een keer wat zijn, klik hem aan de onderkant eruit, schuif er een nieuwe weer in en je bent klaar. Maar belangrijk is ook, dat zo'n ding hangt eigenlijk in principe natuurlijk een beetje op de kop, zeg ik wel eens. Dat betekent dat er ook een stappenmotor in zit om al die dingen aan te sturen. De lamellen aan te sturen, te zorgen dat de luchtworpen en dergelijke goed gaan. Nou, die stappenmotor hebben, dat moet natuurlijk goed functioneren. Dat betekent dat er een echte hele effectieve afdichting op dit moment ook zit door het systeem, zodat het vocht er niet bij kan. De motor zit ook buiten het hele systeem. Maar ook hebben we gezien dat ook de ruwheid, of misschien wel de gladheid van de as die erin zit, heel belangrijk is. En deze as heeft nog extra een keer een redesign gehad, dat die optimaal glad is, zodat die zo min mogelijk weerstand heeft als die inderdaad moet gaan draaien. Een hele grote luchtworp, je ziet ook, hè, we kunnen van 10 tot bijna wel 15 meter kunnen we die luchtworp kunnen we halen. Dat betekent dat je die hele grote ruimtes ook inderdaad fantastisch mooi met dit soort systemen eigenlijk kunt bedienen. Plus, ook hier is geluid, ondanks dat het er nog in het resistance of in het commerciële gedeelte zit, hebben we toch nog weer even een ontwerp gedaan aan de motoren van de ventilator. Om ervoor te kijken, kunnen we het geluid nog reduceren. Er is nog weer wat aangepast en ze zijn nog weer 3 dB stiller als eigenlijk de varianten die we tot nu toe altijd hebben gekend. Resumerend, gelijkspanningsventilatoren, de mogelijkheid voor verse lucht, bescheiden digitaal display, makkelijk te verwisselen, elektronische componenten weer beveiligen in de controlbox, eenvoudige toegang en onderhoud aan de filters. Ja, ik denk dat dat ook heel goed te zien is. Je kunt er zo van tevoren, zeker van de onderkant, kun je erbij. Klip hem open en je kunt hem pakken. En dit is wel een belangrijk aspect nog, want de voeding en de communicatieaansluitingen die zijn hier gescheiden van elkaar. En dat heeft ook mee te maken omdat we straks natuurlijk meer op de multisplits ook verder kunnen bouwen. De volgende stap die we gaan doen, dat is eigenlijk de kanaalinbouw. De kanaalinbouw die kennen we in 2 capaciteiten, de 5 en de 7 kilowatt. Er wordt volgend jaar nog een 10 kilowatt variant zelfs aan toegevoegd. En ik denk dat hier het hele belangrijke is dat er de mogelijkheid is, dat is ook het tweede, het retourkanaal aansluiten. Je kunt hem achter aansluiten, dus daar de lucht aanzuigt. Maar je kunt ook zeggen, joh, aan de onderkant zit een plaatje, die kun je eraf halen, kun je hem de achterkant erop schroeven. En dan kun je het ook van de onderkant vandaan halen. Dus je hebt dan een vrije keus, wil je dat van achteren doen of wil je dat van onder laten komen. En de externe statische druk is instelbaar tussen de 20 en maar liefst 160 pascal. En dat betekent dat er veel mogelijkheden zijn. Misschien is het zo dat je hem gaat gebruiken, zoals het linker plaatje laat zien, eigenlijk in een soort bovenplint en de lijm direct vanuit de kanaal lijm uitblazen. Dat kan. Maar misschien heb je ook wel speciale uitblazen roosters die erin zitten. Nou, dan heb je de middenstatische druk, dat is eigenlijk het tweede plaatje wat je ziet staan. En misschien is het ook wel in een villa waar die in komt zitten, maar nog meer leidingen die eraan komen. En dan kun je eigenlijk tot op die 160 pascal kun je dat in gaan stellen. Dat doe je via de regelaar.
Maar één belangrijk aspect is wel, maakt niet uit hoe je het doet. Heb je nou een klein kanaal, een kort kanaal, een lang kanaal. We stellen hem in. En die 100% uitstroom, die is eigenlijk met een nauwkeurigheid van 5%, is die gegarandeerd. Terwijl eerlijk oneerbiedig gezegd, eigenlijk de anderen die we in de markt tegenkomen, eigenlijk een regelnauwkeurigheid hebben van maar liefst 10%. Hij gaat weer even aan de kant. Rick kwam binnen, ging dat even mis. Dus ik weet niet of dit nu bij gaat. Je gaat mij de schuld geven. Ja, een schuld, ja. Dat dacht ik al. Ja. Je had nog een vraag. Ja, dit keer gaat het heel goed. Ja, ten eerste kom ik nog even terug op de laatste pollvraag. Daar hebben we gevraagd, wat is nou het belangrijkste aspect bij de selectie van airco's? En dan kwam het onderwerp geluid kwam daar als belangrijkste naar voren. Ik herken dat wel, moet ik zeggen, Dick. Want ik zou graag een airco willen. Ik krijg een offerte van je, daar ben ik blij mee. Maar het moet niet zo zijn dat als ik niet wakker lig van de warmte, dat ik dan wel wakker lig van het geluid. Dus mijn vraag is, wat is nou het geluidsniveau van die binnenunit? We hebben gezien, hè? 22 tot 25 dBA. Ja, bedankt voor dit mooie technocratische antwoord. Maar wat is dat dan? Kunnen alleen mensen onder de 30 dat horen of is dat een trein die voorbij rijdt? Nee, dat is best wel even wat anders. Ik zal het volgende even laten zien. Ik heb een mooi plaatje meegenomen zoals je hier ziet staan. En dat betekent eigenlijk als we helemaal onderin kijken, dat groene gedeelte, dan zie je 20 dB staan. Nou, ik heb al gezegd, ze tussen de 22 en de 25 dB. Er staat ze maar bij, dat is een druppelende kraan. Dan moet ik eerlijk zeggen, toen ik dit eigenlijk zag, kwam er wel iets anders bij mij boven. Want druppelende kraan, dan heb ik gekruiste knieën staan. Dan denk ik van, verdorie, dat staat helemaal niet fijn zijn. Dat zal ook zeker niet interessant zijn als dat in de slaapkamer wordt wat gebruikt. Dus je kunt ook zeggen, dat zijn ritselende blaatjes. Maar ik moet eerlijk zeggen, als ik aan ritselende blaadjes denk, dan ga ik eigenlijk weer terug naar mijn tienertijd toen in die tijd. Want daar heb ik wel leuke ervaringen mee. Want dan kom je het eerste meisje tegen en dan ga je natuurlijk uiteraard ga je een keer naar de bos en dan lig je samen op de rug naar de bomen te kijken. En dan die ritselende blaadje, wat een rust gaf dat in die tijd. Ik heb er een lekkere beeld bij, Dick. Heb je er een beeld bij? Dat is gewoon de bedoeling. Maar dat is eigenlijk wel een beetje wat hier gebeurt. Je moet natuurlijk ook in die slaapkamer, als die daar hangt, dan moet het eigenlijk gewoon heel rustig kunnen zijn. En ik denk dat dat wel mooi vergelijk is, die ritselende blaadjes op een gegeven moment. Dat komt een beetje overeen met die zeg maar 22 tot 25 dB. Dus kort gezegd, als je luistert, hoor je natuurlijk wel iets dat zoemt. Daar ontkom je natuurlijk niet aan. Maar het is een hele rustige variant. En dat is die nachtstand natuurlijk, specifiek daarvoor. Je gaat er zeker niet van wakker liggen, hè? Dat is dan eigenlijk een conclusie. Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Dat is goed om te weten. Het is lekker fris ook, dus ja. Vind ik een geruststellende gedachte. Fijn. De laatste pollvraag komt eraan. Neemt u nog even rustig de tijd. En ondertussen gaat Dick verder met het laatste deel van dit webinar. Ik ga het proberen of het lukken wil. Ja, het laatste gedeelte, de multisplit systemen. Interessante materie, die multisplit. Waarom? Je ziet eigenlijk dat het mogelijk is om met maximaal 5 binnenunits op 1 buitenunit aan te sluiten. Wat je heel veel ziet, het moet eerlijk zeggen, bij verschillende woningen komt dat ervoor, dan zie je soms wel 2, soms zelfs wel 3 buitendelen onder elkaar, omdat ze 2 of 3 binnendelen hebben. En dat hoeft in principe natuurlijk niet. Je kunt ook gebruik maken van de multisplit systemen. Wij hebben de mogelijkheid om 2, 3, 4 en 5 varianten eventueel daarin te leveren. Hoe moet je dat dan een beetje zien? Nou, eigenlijk op deze manier. Je ziet eigenlijk de foto erin staan en je hebt gecodeerd A tot en met E. En dat betekent dat je iedere binnenunit dus apart op dit systeem gewoon gaat aansluiten. Mocht je toevallig zeggen, ik heb mijn 5 variant, maar ik heb er nu nog even 4. Die ene die gebruik ik niet, dan kunnen we die ene nog gewoon even abdoppen. Dan kan dat op een later moment nog even. Alhoewel, wel even belangrijk is om daar heel even te kijken. Ik heb hier even een plaatje specifiek ervoor ingestopt. Je ziet dat er 4 binnenunits op zitten. Maar als je naar bovenin kijkt, dan zie je dat erbij staat een stopkraan vloeistof en een stopkraan gas. Wij hebben er bewust voor gekozen om het systeem maar te voorzien van 2 stopkranen. Er zitten 2 centrale stopkranen, die zitten daarin. En dat betekent, als je ervoor zou kiezen, in deze variant, 4 binnenunits, maar ik ga de 3 plaatsen, die 4e, die komt op een later moment nog een keer, dan is het op zich geen probleem. Alleen als je die 4e wil gaan aansluiten, dan zul je wel het hele systeem leeg moeten halen. En uiteindelijk op een gegeven moment, als die aangesloten is, compleet helemaal overnieuw weer gaan afpessen, vacuumeren en uiteindelijk ook er weer voor zorgen dat er natuurlijk het hele apparaat weer gevuld wordt. Alternatief is dat je natuurlijk per binnenunit kranen gaat zetten. Maar heel eerlijk gezegd, een kraan is in principe een potentiële bron waar een lekkage in zou kunnen gaan ontstaan. Nou, doordat we dat tot een minimum willen beperken, is de keuze geworden dat we gewoon 2 centrale kranen hier dus inderdaad inzetten. Hier even zien, wat mag er wel, wat mag er niet? Als je in het tabelletje gaat kijken, ik kijk even naar de bovenste regel, dan zie je de totale lengtes erin staan. Ik pak even de 4 en de 5 kilowatt, dan zie je dat de totale lengte
die aan leiding er aangeworpen mag worden, is 40 meter. En als je dan het plaatje kijkt, je ziet helemaal rechts de Indo-Unit A en de Indo-Unit B, dan zie je dat het L1 en L2 is. Als je in de tabel kijkt op L1 en L2, dan zie je bij wijze van spreken dat er staat 25 meter. Dat betekent dat de binnenunit maximaal 25 meter vanaf de buitenunit mag. Maar als ik twee binnenunits doe, ik sluit ze allebei met 25 meter aan, dan kom ik boven die 40. En dat mag niet. Dus in dit geval zou je kunnen zeggen, ik kan al unit A naar 15 meter doen. En dan zou ik unit B op 25 doen. Dan zit ik net op die maximaal 40 variant. Dus het maakt niet uit welke combinaties je maakt. Alleen denk erom, alles bij elkaar opgeteld qua leidingen, mag je niet boven die maximale lengte komen van in mijn voorbeeld die 40 meter. En een belangrijk punt is ook nog even dat je gaat kijken eigenlijk naar de H. Dat is de onderlinge hoogte, dat is bovenin zie je staan. Dat is de statische hoogteverschil tussen twee units. Maximaal 10 meter. Nou, wees niet bevreesd, dan kun je een hele en dan kun je er al mee gaan komen. Nou, als we de volgende stap kijken, dan zie je dat er best veel mogelijkheden zijn. Wij hebben units erin zitten van op de bovenste rij vet gedrukt. 4 kilowatt, 5, 6, 8, 10 en 12 kilowatt zelfs. En daar staat ze maar bij 1 op 2. En wat bedoelen we er nou? Dat is eigenlijk het aantal binnenunits. Bij de 4 en de 5 kilowatt kun je er maximaal 2 aansluiten. Als je de 6 en de 8 kilowatt doet, maximaal 3. 10, dan kun je er 4 aansluiten. Als je er 12 hebt, kun je er zelfs 5 op aansluiten. En als je dan één binnenunit zou willen aansluiten, dan heb je, als ik even de 4 kilowatt variant neem, dan zie je dat we de 2,5 en de 3,5 kilowatt erop aan kunnen sluiten. Wij kunnen nooit, pak ook even de 6 kilowatt, 2, 2,5, 3,5, 5. En je kunt nooit boven de 6 uitkomen. Dat is het maximum wat ik kan leveren. Maar dit is één binnenunit. Dat gaat anders worden op het moment dat je namelijk naar meerdere binnenunits gaat. Als ik twee binnenunits zou nemen, pak ik even die derde kolom van 1 op 3 die erboven staat. Dan zie je bij wijze van spreken dat 2 plus 2, de bovenste, nou prima, dat is 4 kilowatt. Maar als ik onderin kijk, 3,5 plus 3,5, dat is 7. Ra. Hoe kun je nou 7 kilowatt aanzetten op een 6 kilowatt variant? Nou, dat zijn twee verschillende ruimtes. Dus er wordt koelmiddel naartoe gebracht. Op een bepaald moment zie je dat één ruimte op temperatuur begint te komen. Die vraagt dus minder koelmiddel. En dan kan die dat overhevelen naar de andere toe om daarvoor te gaan zorgen dat dat keurig netjes ook op de temperatuur gebracht gaat worden. Nou, dat systeem, dat kun je hier dus eigenlijk mooi uithalen. En dit is ook het maximum wat er te halen is. Dit is ook onze selectietabel die we ons gewoon in de documentatie kunt vinden. En je ziet dat er enorm veel vrije keuzemogelijkheden zijn. Want bij 1 en 2 units heb je al een keuze uit 70 vrije keuzes. En als je echt tot en met de 5 gaat, heb je 176 varianten waar je eigenlijk uit kunt gaan kiezen. Dus ja, ik zou eigenlijk zeggen, als je wat wil, dan heb je hier ergens toch heus wel een mogelijkheid tussen zitten wat zou moeten kunnen. Ja, ondanks dat we even de hapering hadden, ben ik toch op het laatste punt aangekomen. En dat is eigenlijk het resume, zoals we dat noemen. Rick, ik geef jou graag nog even het allerlaatste woord voor het laatste gedeelte even. Dus aan jou. Ja, dankjewel Dick voor dit verhaal. En ongelooflijk hoeveel informatie er weer gedeeld kan worden over een onderwerp als airco's. Dick, dankjewel voor je verhaal. Ik ben wederom onder de indruk van A, je technische kennis, maar B, ook je gevoel voor timing. Hè? Want precies binnen een uur, dat vind ik heel knap. Met een hindernis, hè? Ja, dat is een kleine hindernis. Maar goed, dat hoort er ook maar bij, zal ik maar zeggen. Ja, zo is dat. Juist. Ik wil nog even een paar dingen met u delen. Nog even het volgende. Ja, maar waarom zijn wij als Remea nou in die markt van airconditioning gestapt? Nou, eigenlijk, wij willen graag het binnenklimaat kunnen beheersen. En vinden het belangrijk dat u dat ook kan met onze spullen. Zoals u wellicht weet, is Remea weer onderdeel van een veel groter bedrijf, BDR. Wat ook een Nederlandse organisatie heeft. Maar die Nederlandse organisatie heeft eigenlijk heel veel bedrijven in Zuid-Europa. Waar we uiteraard een ontzettend lang ervaring hebben met koeling. En deze ervaring benutten we dus om nu in Nederland in te zetten, maar dan wel afgestemd onder de Nederlandse omstandigheden op het Nederlandse klimaat. Nou, wat heeft u er dan aan als installateur? Nou, onze producten zijn gemakkelijk en snel te installeren. Dick heeft u daar deelgenoot van gemaakt hoe dat precies werkt. Wij kunnen de spullen aanbieden voor een hele gunstige prijs en daarmee voor een hele mooie prijs-prestatieverhouding. We voldoen wel uiteraard aan de modernste technieken en aan de nieuwe wetgeving die van toepassing is. En een voorbeeld daarvan is dat onze toestellen gevuld zijn met het koude middel R32. En een heel belangrijk aspect vind ik zelf altijd dat alle componenten, alle onderdelen, alle accessoires beschikbaar zijn. Ja, ik zou bijna zeggen op elke hoek van de straat, maar in ieder geval bij de reguliere groothandels. Nou, wat heeft dat dan voor gevolgen voor de klanten?
Dat eindklant die gaat voor de beste luchtkwaliteit. Voor het ioniserende plasmafilter, waarbij het filter als een soort magneetje alle verontreinigingen uit de lucht haalt. En ook het fijnstoffilter. Fijnstof is best een groot probleem en ontstaat ook meer en meer binnen de woning zelf. En als we dat fijnstof uit de lucht kunnen filteren, is dat heel positief voor de gezondheid. Dick heeft ons geleerd wat 22 decibel is en hoe stil dat is, het ritselen van bladeren. Daar heeft hij als eindklant beslist geen last van. Dus daarmee een ontzettend comfortabel binnenklimaat in die slaapkamer of in welke ruimte dan ook. Wat en stil is en koel en met heel weinig vocht in de lucht, wat we ook vandaag gehoord hebben, wat bijdraagt aan het comfortniveau. Ontzettend bedankt voor uw deelname. U krijgt de presentatie toegestuurd. U krijgt ook een link naar deze webinar, zodat u hem nog een keer terug kan kijken. Of dat u nog kan delen met uw collega's als u dat wenst. Nogmaals, dank voor uw aanwezigheid. En als u nog vragen heeft, zoek vooral contact met uw accountmanager. Namens Dick en mij, dank en graag tot de volgende keer.